Alors, allez-y, bougez dans la salle. Allez-y, bougez, bougez. De les Hello krijgen wij in het Frans, dus wij praten Frans tijdens de les Hello. Aujourd'hui, c'est une leçon d'équilibre. Ik ben ervan overtuigd dat door te bewegen, dat je eigenlijk makkelijker een taal leert. Door te bewegen, door al spelen te leren, is een motivatie er. Ja, het is niet meer zomaar op een bank zitten en schriftelijke oefeningen maken. Aldoende leer je. Le premier exercice, c'est juste marcher vers l'autre côté. Natuurlijk, het blijft lichamelijke opvoeding in de eerste plaats, zeker en vast. De leerlingen blijven bij mij handenstand doen, koepertest afleggen, voetbal, basketbal. Ik trek nooit punten af voor Frans. Ik geef het in het Frans, maar echt wel met de bedoeling om hen te motiveren voor deze taal. Tout le monde se trouve sur le banc et vous passez le cerceau en utilisant les pieds. We durven meer Frans praten. We begrijpen beter de nieuwe woordenschat, want die gebruiken we dan ook in de les. Vroeger was Frans zo echt gewoon een schoolvak. Voor mezelf is het echt een uitdaging. In het begin, ja, ik moest er veel over nadenken. Bijvoorbeeld, ja, knoop je veter, oh ja, wat is dat weer al? Ah ja, nouer les lessen, dat ging zo nog niet spontaan. Maar na enkele lessen gaat dat echt wel veel beter. D'abord, est-ce qu'il y a des problèmes de vocabulaire? Non? Oui? Je kan het. Ah, tu peux le faire. Voor de leerlingen is het een vrije keuze. Zij kiezen zelf of ze in het Frans allo volgen of in het Nederlands. De meesten kiezen ervoor om het in het Frans te doen. Het is vrij populair. Ik merk het niveauverschil echt wel. Nu vind ik dat de leerlingen echt wel tegen elkaar goed beginnen Frans te spreken, ook tegen mij. Ze hebben absoluut geen schrik meer. Ja, op deze manier doen ze gewoon graag Frans. Als ik naar Frankrijk zou gaan of naar de Ardennen of zo, dan zou ik nu sneller Frans durven praten.